Nou, goeiedag dames en heren. Ik sta hier in Monnikendam. En wie kom ik nou tegen? Feestpiet Fiesto met Sinterklaas en de Pieten. En o zo snel is er ook. Nou, is dat even leuk. Maar het is nog helemaal geen tijd. Wat doet u nou hier? Nou, we zijn eigenlijk overgevlogen voor de videoclipopnames van mijn nieuwe liedje. En dat wil ik opnemen hier in het mooie Monnikendam. Dus ja, daarvoor zijn we hier. En vanavond vliegen we snel weer terug naar Spanje. Want we moeten natuurlijk wel de boot halen om weer hier op tijd heen te komen. En loopt dat allemaal volgens planning? Dat blijft altijd spannend, hè? Want je weet nooit wat er gebeurt. Straks missen we het vliegtuig. Straks hebben we pech met de boot. Het is altijd spannend, hè? Ja, en Sinterklaas is natuurlijk wel een oude man. Dus gaat het goed met zijn gezondheid? Hij heeft nergens last van. Het gaat hartstikke goed. Sinterklaas heeft er weer heel veel zin in. Toch, Sinterklaas? Absoluut, absoluut hoor. En we gaan er gewoon weer één groot feest van maken. En 21 november hebben we ook hier een heel groot feest in Monnikendam. Het Sinterklaas Muziekfeest van Monnikendam. In de hele grote feesttent van de Koperen Vis gaan we één groot feest maken met Monique Smit, Sinterklaas en Feestpiet Fiesto. Nou, dat klinkt hartstikke leuk. Ik zou zeggen, kinderen, jullie weten wat te wachten staat, hè? En ik zou allemaal braaf zijn. Want ze zien en horen alles, hè, die Pieten. Wie had dit verwacht dat wij hier vandaag zouden zijn? Nee, ik niet, maar ik vind het hartstikke leuk. Ik denk, ik loop en ik kom ik nou tegen. Hartstikke leuk. Ja. Bedankt dat jullie er waren. Ik vond het leuk dat jullie kwamen. En al die kinderen die mee gaan doen in de videoclip. Echt super. Dus we gaan er snel opnemen. Ja. We moeten het vliegtuig halen. Ik ben heel benieuwd naar de videoclip. Hey, dankjewel, hè. Doei. Dan mag je even wijzen. Kom paard aan, doe me wijzen. En dan kijk je naar je vriendinnen, want die staan hier. Even kijken hoor. Kijk, jullie mag hier. Zo. Deze kant. Ja. Jullie zijn hier zo. Dus doe me wijzen. Oh, er komt een paard aan. En dan zeg je dat tegen je vriendin. Dus dan ga je hun aankijken. En dan zeg je, oh kijk. En dan worden jullie enthousiast. En dan rennen jullie daar ook naartoe. En jij mag ook met ze mee. Jullie mogen als groepje met mij meekomen. Jullie gaan net zo achter dat steegje. Daar staan jullie te wachten. En dan komt een van jullie aanrennen en die zegt, ik heb Sinterklaas gezien, ik heb Sinterklaas gezien. En dan gaan jullie er ook achteraan. Kom maar. Nou, gaan we mee. Hop, 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 hop. Ja? Top. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn opname aan het maken. Zo, gaat Sinterklaas. En daar heb ik jullie een paar keer heen en weer zien lopen. Wat vind je ervan? Heel stom, want we moeten elke keer heen en weer lopen. Ja? En hoe vind je dat je straks in de videoclip zit? Heel leuk. Ja. Ja? Heb je jezelf ervoor opgegeven of deed dat je moeder dat? Mijn moeder vroeg het aan mij en toen zei ik ja. En naast je, is dat je broertje? Ja, dit is mijn broertje. Vind jij het ook leuk? Ja. Heb je al een verlanglijstje gemaakt voor Sinterklaas? Ja. Ja? Wat wil je hebben? Een camera. En nog een auto. En werkspullen. Juist. Niels, wees er goed op. Nou, dank jullie wel, hè. En veel plezier nog met de videoclip. Ja. Hop, hop. Woehoe! Enthousiasme straten we nou. Yes, die kant op kijken. Yes, we beginnen. Actie, kom maar. Yes. Ja, kom maar. Ren maar. Actie voor de jongens en de meiden hier. Yes, actie voor Sint. Kom maar. Gaan we nog één keer voor de laatste keer hetzelfde doen. Yes. En kijken, je ziet een paard. Ja, en rennen. Leuk, zwaaien mama. Mama zwaaien. Voilà, dankjewel. Iedereen ready? Actie voor de muziek. Actie! Jongens en meisjes,
voor mij even kijken of ik erin sta? Dat mag niet van de zin. Oh, dat is jammer. Ik zou graag willen weten of ik erin sta. Ben jij niet nieuwsgierig of jij erin staat? Zeker. Hop, hop, hop. Maar wel een grote verantwoordelijkheid. En wanneer mag je hem nou weer aan Sinterklaas teruggeven? Want dit is afgelopen. Nou, bewaar hem maar goed, Dani. Want het is een heel belangrijke taak die jij hebt. Zeker. Jongens en meisjes, hebben jullie zin in een feestje? Nou, ik wel hoor. Let's go! Ik ben Fiesto, de feestpiet van de Sint. En elk jaar kom ik naar Nederland met een taak die ik kreeg van Sinterklaas. Maak overal een feestje in het land. Ik sta garant voor feest bij iedereen. Het is pas feest als Fiesto is geweest. Sinterklaas geniet het meest. Het is pas feest als Fiesto is geweest. Kasteel of bovenop het dak, op de straat, werkelijk overal, het maakt niet uit, want ik feest met gemak. Iets wat ik nooit vergeten zal, ik sta gerand voor feest bij iedereen. Het is pas feest als Fiesto is geweest, Sinterklaas geniet het meest. Het is pas feest als Fiesto is geweest, Sinterklaas geniet het meest. En als het straks voorbij is, moeten wij naar Spanje terug. Maar volgend jaar ben ik weer van de partij. Het is pas feest als Fiesto is geweest en Sinterklaas geniet het meest. Het is pas feest als Fiesto is geweest en Sinterklaas geniet het meest. Hallo allemaal, ik ben Monique Smit en ik sta hier vandaag op een hele bijzondere locatie. Ik ben namelijk aangekomen in Spanje en volgens mij is dit het kasteel van Sinterklaas. Kom, we gaan het checken. De deur geklopt. Hey, hey Monique. Hallo, feestpiet Fiesto. Wat kom je hier doen? Nou, volgens mij ben ik hier aan het goede adres, want ik ben namelijk op zoek naar Sinterklaas. Dan ben je hier heel goed, kom binnen. Oh, wat leuk, dankjewel. Welkom in het grote kasteel van Sinterklaas in Spanje. Heb je een lange reis gehad? Nou ja, ik heb wel 2 uur in het vliegtuig moeten zitten, ja. Oh, dat is wel... Wie is daar? Dat vind ik toch Monique te horen. Hallo Sinterklaas. Wat fijn om jou hier in het kasteel te hebben. Nou, wat een eer om hier te komen zijn, Sinterklaas. Ik hoop eigenlijk dat ik niet voor niets ben gekomen. Oh, je maakt ons nu wel heel nieuwsgierig, toch Piet? Nou ja, het is namelijk zo. Kijk, ik weet dat u hartstikke druk bent, hè, vanaf half november zo. Maar op 21 november vieren wij in Monnikendam het grote Sinterklaas muziekfeest. En ik zou het zo fantastisch vinden als u daarbij wilt zijn. En jij natuurlijk ook, Piet. Oh, maar dat vind ik leuk. Ik was al aan het oefenen in het grote liedjesboek. Oh, dat meen je niet? Ja, maar we hebben natuurlijk wel een drukke periode natuurlijk. Dus nou ja, misschien als jij belooft dat je alle goede liedjes uit het Sinterklaasboek wil zingen, dat we dan loskomen. Zullen we dat dan beloven? Want ze doet heel erg de best. Ja, ja, mag ik deze meenemen dan? Ja, en goed oefenen. Het liedjesboek van Sinterklaas. Ja, wij gaan echt
super hard oefenen. En alle kindjes natuurlijk ook. Ja, want dan kunnen wij beloven dat wij komen. Heel goed. Op 21 november in Monnikendam. In de grote feesttent van de Koperen Vis? Ja, dat klopt. Dat weten wij wel te vinden, Sinterklaas. Ik heb er nu al zin in. Oh, absoluut. Yes. Tot dan. Dag hoor. Dag.